Yo, kijkers van iGames, leuk jullie kijken naar we gewoon weer de tweede aflevering, hè? En, we zijn niet al te goed geëindigd op min 4. Dus als we dat gaan bekijken, is dat een nadeel. We hebben nog niet, de vorige aflevering hebben we niet veel upgrades gedaan. De enige upgrade die we eigenlijk echt hebben gedaan is gewoon een zilveren pols verdedigen uit de serie A. Omdat die dan nog gewoon met iedereen om zich heen een linkje heeft. Maar voor nu moeten we gewoon, ik hoop gewoon dat het beter gaat dan de laatste potje. Dat we gewoon kunnen winnen, dat we even naar de plus kunnen gaan. Dus ja, we gaan naar het volgende potje en dan zie ik jullie zo. Tot zo. En mensen, we hebben de eerste tegenstander van deze aflevering gevonden. Ik was even weg, maar sorry dat ik niet de kids heb. Ik verander ze straks meteen, maar oké. Let's do this. Ik heb er zin in. Gewoon een starter teampje. Moeten we kunnen hebben. Laten we dat ten eerste zeggen. Dit zouden we kunnen hebben. Hij wel Trap. Er werden een paar Duitse grappige spelers. Trap is wel echt een goede keeper. Dat wordt wel moeilijk. Maar ik heb even een bijkertje water gehaald. Het is vrijdag trouwens. Dus. Nou, succes. Hopelijk kunnen we wat van maken. Een schors. Oh man. Hier kan je er niet mee spelen. Milik! Waar zit? Is dit Milik? Nee, het is niet Milik, oké. Ho! Kuhn! Die scoort meteen de 1-0 uit de kopbal. Wachten. Ja, dat is een goede bal. Milik, oh, Milik is langs. Nee, hij is net te sloom. Oh. Verder een goede kans. Verder echt een hele goede kans. Hebben we die? Die hebben we. Milik, blijf lopen. Haal uit. Oh, wat een redding. Wat een redding van Trap. Gewoon met zijn weak foot. Kan Milik ook pas schieten. Lopen. Oeh, hij schiet hem net in het zijnet. Oh, na. Heel na. Oh, maar hij haalt hem. Oeh, die gaat hem net zeilen. Oh, Trap weer. Nee, daar kom ik niet bij. Waar gaat hij heen? Oké. Ik moet Milik vinden, anders heb ik hier niet zoveel voor aan. Oh, Milik! Nou. Ik ben weer aangeraakt, oké. Milik! Oh, deed hij nou? Ik weet niet wat hier gebeurt, maar ik krijg op een seconde kans. Oké, hij gaat nu daar dekken. Dat betekent dat dit open ligt, toch? Al zou het een beetje logisch zijn. Oh, moeten we mee? Oeh, dit is goed gekopt. Milik is weg. Milik, die stop je niet. Met zijn linker. Wat een. Bijna maar weer Trap, hè? Trap zit er weer tussen. Milik al 5 schoten deze wedstrijd, maar. 0 benut. Gaat hij wel? Hij moet toch wel gewoon kunnen scoren? Laten we dat hopen. Dit is gewoon een tegenstander die we kunnen hebben, in principe. Ah. Oh, die hebben we. Milik, wat aanname. Nee, die wordt neergehaald, scheids. Scheids, Milik ligt. Zo. Oké, lekker. Dit is een goede bal. Goeie bal, Milik. Kop. Milik, wat doe je nou? hij wou de lucht koppen, maar dat ging niet zoals gepland. Dit is een goede bal. Nou, Milik vraagt om de bal. Milik krijgt de bal. Ja, hij is 1 man kwijt. En met zijn rechter weer. Waarom niet met zijn linker? Kom op, Milik. Je kan niet met rechts. Gewoon. Totale. Trap heeft al 7 reddingen. Nou, hij weet dat ik dat dus ga doen. Nou, we gaan het gewoon voor de zekerheid gewoon proberen. En Milik heeft zijn koffer. Oh man, die Trap. Die Trap, man. Zo gek, en nooit een goaltje. Nou, Milik. Daar komt Milik niet aan. Die is gewoon voor Trap. Ja, dat is lekker. Gebruik je. Ja, Milik. Ja, eindelijk. Dat is weer een puntje, toch? Dat is een puntje. Ja, we staan nu. Oh mijn god.
Het is een rage quit. Even kijken, rage quit, ik telt gewoon als 3 punten. Even kijken, ja. 1 doelpunt, 0 assisten. Dat betekent dus dat we, even denken, winst, 4 van rage quit en dan een doelpunt. We staan op 8 punten en we hadden min 4. Dus nu staan we gewoon op 4 punten. We zijn gewoon weer positief, jongens. Heerlijk toch? Kunnen we nog net niet mee dobbelen. Daarvoor hebben we 6 punten nodig. Maar dan kunnen we het volgende potje kunnen we gewoon misschien weer gaan dobbelen voor de wedstrijd. Ik moet eerst afpraten. Laat maar. Tot het volgende potje. En mensen. Kikken maar. En mensen, wij zitten weer in het tweede potje. Maar dit is iets anders dan normaal. Ik ben hier vandaag namelijk met Niels. Mooi. En dit wordt een... Ik weet niet wat dit gaat worden. Ik heb geen idee. Niels heeft inderdaad een beter teampje erbij. Maar als ik dit even goed doe, kan er niet veel fout gaan. Toch? Laat ik het hopen. Ik ga mijn Napoli shirtje. Dat heb ik ook even meteen aangepast. Oké. Nou, mijn legend van deze wedstrijd is gewoon mijn spits. Ah, de Haaien. Jovetic. De Haaien. Weet je waarom? Nou. Hij is aanvoerder en heeft nummer 99. Net als Milik. Nou, ja. Niels, ik kan je niet meer dan succes wensen voor deze wedstrijd. Nou, succes aan jou, succes aan mij, maar toch iets meer aan mij. Oh man, dit speelt echt heel apart. Ik heb alles aangepast, spelerstatistieken, aangepaste statistieken. Kun. Leid me naar de overwinning. Oh man. Je weet wie op goal staat, hè? Mm-hmm. Oh man, dit was heel... Oh, hier gaat echt... Maar dat was geen Milik. Milik stond daar. Oh man, hij heeft hem ook gewoon op de keeper, hè? Perre. Perre had hem ook gewoon op. Ja, ik zei het al. Daar was hij op goal. Oeh, ik dacht dat hij zat. Nee, had Perrin wel eraan gezeten. Deze wedstrijd wordt niet van Perrin, maar van Milik. Ik hoop het tenminste. Weet je, het is altijd hoop fijn. Het ook voor jou. Ja, ik ook. Dit wordt echt heel moeilijk, zeg. Echt. Oh, man. Ik sta echt te zwijten, hoor. Nee. Nee, de lag schoot erin. New kidding. Hij had kramp die spelen, dat zag je toch? Oké. Oh, genoeg oké gezegd, oké? Goed zo, weg met die bal. Oh, je bent niet de enige die ik kan killen, hoor. De Heinem. Ben! Penalty! Nee, voor zoiets! Ja, rood! Oh. Rood! Nee! Oh man, oké. Wat gebeurde er? Ik wil dit zien. Oké. Je had nog een vies neer, kijk. Helemaal niet! Oké. Ja! Oh man, ik ga nu echt stressen. Oh man. Ik zeg wel sorry Niels, maar... Ja! Ja! Ja, dat was lucky! Hoezo was dat ook meteen rood? Oh, nou, dat weet ik niet. Ik heb echt geen idee, maar oh man. Ja, de penalty is oké, maar ook meteen rood? Ja, maar hey, ik geef je gelijk, rustig. Oh. Man. Oh. Nou ja, dan moet ik maar even hem wisselen met weet ik veel. Dit gaat lekker. Als het zo doorgaat, heb ik gewoon 5 puntjes uit deze wedstrijd. Dat valt mee hoor. Nou, boven zitten ze aan mijn kant. Ja, ook maar met 4%. Grote ook. Ja. Huh? Ja, 4%, dat valt mee. It's all about the goon. Ja! Oh. Scheids geeft ook alles voor. Oh, dagje. Hey, scheids! Ga zelf naar huis! Ga jij naar huis? Ik ben al thuis. Die een beetje free kicks dan. Ja, Milik dan. Hoi, dit is mijn muurtje. Oké, ik ga goed, hè. Wacht er niet te veel van. Oei! Oh! Bij lange na niet.
Nou, hier heb ik de pie nodig, hè, Niel? Mimpy. Weet je nog? Oké. Stiekem informatie voor mensen die dit kijken. Er komt een serie met Memphis. Memphis? Nee, doe maar Depay, hoor. Milik. Oh. Nee. En... Jongens. Loco Pastore in het team. Nee! Scheids! Ja, rood! Ja, sorry. Maar dit laat ik niet gebeuren. Hoe Pastore? Ik mag wisselen. Je mag wisselen. Oh, ik heb de bal op 85 weetjes erin die ik heb. Ja, ik heb Pastore erin gewisseld. Ben Arva en Aurier. Jongen. Keeper, als je hem nu niet hebt. Oeh, ik ben boos. Oké, wie heeft goede stats? Ik denk je keeper. Ik denk echt je keeper. Ik zal met je keeper gaan nemen. Oké. Dit is echt hard to get, hè? Oh. Jezus, man. Oh, man. Ik zat echt even mijn leven voorbij vliegen, hoor. Hey. Mijn leven... Huh? Wat voor paas geef jij? Dit is echt heel lekker. Oké, Marino. Huh? Oh, wow. It's me, wow. Ja! Hij moest een hoge voorzet geven. Hij geeft een strak en lage... Helemaal achterin. Voorzet gewoon midden in de handjes van Mili. Ja, dit is gewoon een gratis goal, sorry. Ja. Maar Mili 2 keer gescoord. Oh, zo, daar had je me voor. Oh, fuck. Had hem. Hij wou een chippaasje doen, maar hij deed de chip niet. Mili. Oh, kun! Ja, dat is Perrin. Dit was wel mooi gespeeld. Ja. Ja. Vrij trap. Oh nee, ik dacht dat het een fluitsignaal. Oké. Dit wordt een goal complicatie, ben ik bang. Ik denk dat hij het puntje van Milik af gaat jappen. Oeh. Daar ben ik echt blij mee. Dag! Nou, pak hem Perret! Dit is nu het fluitje, ja, toch? Ja. Yes, oké. Dit was echt wel een nus. Dit was Dante. Wel een strijd. Dante. Ja. Dante, ik heb een idee. Ja? Jij gaat nog een keer tegen mij? Mm-mm. Haal je nog een keer een clean sheet, krijg je dubbele punten. Ik wil, we krijgen, je krijgt nog je revanche. Oké. Goed. In de serie, sowieso. Maar, Niels, ik wil je hartstikke bedanken voor het meedoen. Graag gedaan. Het was echt, ik vond het wel echt een leuk potje, deze. Ja, maar, ik snap nog steeds niet hoe mijn corner daar ging, maar ja, dat is maar helemaal geen probleem. Ik stond op 4 punten, plus 4 met gewonnen en 2 doelpunten van Mili. Dus het is makkelijk, 6 plus 4 is 10 punten, dus we gaan dobbelen. En mensen, zoals jullie zien, heb ik even de camera verplaatst. We zitten nu schuin of zo bij mijn bureau. Maar daar gaat niet om. Jullie kunnen gewoon de dobbelsteentjes zien. Oké, dus, maar mag ik even gokken wat het wordt? Wat denk je dat gaat worden? Ik denk 8. 8. Dat is wel lekker. Ja, ik weet niet. Ik stond op 7. Ja, dat weet ik. 4 maar. Man. Dat is rood. Oeh. Lekker. Rood. Wat betekent dat? Ik heb 4 gegooid, dus van 7, 1, 2, 3, 4, kom ik op 11. Ja. Dat is rood. En rood is de beste die je kan krijgen na zwart. En dat is, dat ziet u in de volgende aflevering. Zwart is een inform. En rood is een 86 rated speler of lager. Die met Milik samen heeft gespeeld of bij Milik in de league zit. Ja. Ja, je mag spelen gebruiken waarmee Milik speelt of gespeeld heeft. En natuurlijk Poolse spelers. Ja. Maar natuurlijk waarmee je gespeeld hebt, die regel is eigenlijk te dom. Want je kan hem dan niet linken. Maar mensen, ik ga even met Niels een mooi spelletje uitzoeken. En zie ik jullie zo. Tot zo. En mensen, zoals jullie zien, is dit mijn nieuwe aankoop voor mijn nieuwe serie. Het is niet 86 rated, maar 83 is al goed genoeg. Inzien je. Nou,
beter kunnen we het niet hebben, hè? Nee. Echt, ik vind toch wel dat we... Ik zat eerst te denken van 4 maar. Maar natuurlijk, dan kom je op het bord op rood. En bam. 86 rated of lager. Maar mensen, dit was de aflevering. Ik hoop dat jullie het een beetje... Dat wou ik zeggen, Wilf. En dan zeg ik, later. Jij zegt doei. Nee, ik niet. Nee hoor. Oké, we hebben... Oh, we hebben nog steeds 100 chemistry, joh. Netjes. Maar ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden. Laat ons zeker een duimpje omhoog achter. Kunnen we de 5 likes halen? Lijkt me te doen. En laat vooral een leuke reactie achter of een idee die je hebt voor de serie. Ja, nou Niels, jou ga ik wel de volgende keer weer zien. Een andere keer. Komt goed. En dan kom je je revanche halen. Sowieso. Oké. En dan zie ik of iemand anders jullie de volgende keer terug. Laters. Joehoe.